Het is tweede Pinksterdag 2019, juni 2019. En vandaag laten we jullie een camperplaats zien. Berumerveen, ja, zoiets. Nou, dit is een gratis camperplaats. Plek voor 6 campers. Maximaal 8 meter staat erbij. En er zit verder niks bij. Geen stroom of wat dan ook. Helemaal niks. Maar er zit wel een restaurant in de buurt. Zie je dat? Er zit daar vlakbij zit een restaurant. Dus eventueel. Als je daar even een bakje koffie drinkt of wat dan ook, dan kun je daar naar het toilet. En dat bevindt zich in Noordwest-Duitsland. En hier heb je dus die parkeerplaats waar je dus met je camper kan staan. Aan de overkant heb je de school. En daar heb je... Kijk maar, er staat kinderspeelplaats. Maar het is dus een speelplaats. Maar er staan ook campers, of caravans. Ik loop even een stukje door. Zie je dat? Dan heb je caravans, dat is bij een restaurant. En er stond een maximale lengte 8 meter. Maar ja, je ziet, dit zijn maar hele kleine campers. Op parkeerplaatsjes. Dus het zou kunnen. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5,5 meter. En als je dan een stuk over zou steken. Hier zo, dan zou dat kunnen. Maar dat kan daar al niet. Want daar zit die haag. Zie je dat? Dus dat wil niet. Dat gaat niet passen. Dus voor kleinere campers. Of je moet helemaal achteraan gaan staan. Dan sta je toch niemand in de weg. Dat zou kunnen. En dan gaan we daar nog even heen, want daar heb je namelijk het Wad en Moor Museum. Daar heb je dus het Wad en Moor Museum. En aan de overkant Compagnie House, dat is een restaurant van Twel. Dus als je wat wilt eten, dan kun je hier wat eten. En daar heb je die caravan staan. Dit zijn de openingstijden. Allemaal turf. Die karretjes, zie je dat? Een klein treintje ervoor. Een heel klein locomotiefje ervoor. Het Wald en Moor Museum. Ze vragen mij wel eens, vind je dit nou mooi, Herman, zo'n plekje? Nou, het gaat niet om mij. Het gaat om jullie. We willen het alleen maar even laten zien. Dus als je dan al die foto's ziet op Campercontact, dan zie je meestal foto's van de campers, van de mensen die foto's maken. En nou zie je even hoe het hier is. Dus, moet ik ook nog even laten zien. Ik heb net een auto aan. Dus even snel. Maar op een 60 meter afstand, 70 meter, heb je kerk.